Hi, welkom bij een splinternieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag zijn wij in een nationaal park, de Hoge Veluwe. Volgens heel veel moest dit het mooiste natuurpark van heel Europa zijn. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik ga hier de 10 kilometer rennen en we gaan eens even kijken wat wij allemaal voor moois hier gaan zien. Vergeet niet, dit is helemaal gratis. Subscribe, like en druk op het belletje. Zoals gewoonlijk, daar helpen jullie mij weer mee. Ik zie jullie bij de start. Tot zo!
Nou, ik moet toegeven, dit is inderdaad een zeer leuk park om te zien. Ja, het is een beetje bewolkt, maar dat geeft niks. Zien jullie het ook beter in beeld? Want met een zonnetje wordt het toch al wat donkerder in beeld. Ik heb nog geen diertjes gezien. Ik ben dan ook nog maar iets meer dan 2 kilometer onderweg. Maar ja, heel veel mensendiertjes. Heel veel toeristen. Ja. Maar al met al is het, ziet het er mooi uit. Ik heb nog een heel stukje rechtdoor te gaan. En op een gegeven moment zullen wij wel links afzwinken. En ik heb gehoord dat hier nog een mooi paleisje moet zijn. Dus die gaan we even opzoeken. Een lekker meertje. En de vliegen bijten wel, moet ik zeggen. Jammer is dat. Muggen natuurlijk, vliegen bijten niet. Nou ja. Wij rennen nog even weer een stukje verder. En we zullen zien waar wij gaan stranden. Tot straks. Show no fear, wanna let you know just how it felt.
Ik moet wel zeggen dat deze route mij wel erg veel door het bos heen leidt. Ja, zo, dat kon ik van tevoren natuurlijk ook niet ruiken. Maar ik zag dat er een meertje aan zat te komen. En ja, een leuk stukje landerij. Dus het zal straks allemaal wel prachtig mooi worden. Na deze heerlijke, redelijk verfrissende bosloop. Lekker in de schaduw. En ja, ik denk dat we zo wel even wat hele mooie dingen gaan zien. Nou, laten we elkaar maar niet te lang meer ophouden daarmee. Want anders zitten we nog langer in het bos. Ik zeg jongens, ga maar weer mee. Ik zal weer even een sprintje trekken. Dit is jachthuis Sint Hubertus. Als u het hele verhaaltje wil lezen, zet hem maar even op pauze. Wij hebben daar geen tijd voor. Dus, dit is een eeuwenoud jachthuisje. Zoals je hier kan zien, ziet er alleraardigst uit. Met een mooie tuin erbij. Nou, wij leiden ons er even langs en we zullen eens even zien wat dit voor mooie pracht allemaal is. Zo te zien bestaat het huisje 100 jaar. Het is wat. Allerlei mooie dingen van de Veluwe. Ik mag trouwens hopen, ik zit even te kijken hoe ik loop. Want het is natuurlijk weer helemaal Harry in de Warrie. Er zijn weer te veel bochtjes voor Jampie. Maar ik weet niet eens of ik hier wel op mag. Ha, zal dat even wat zijn? Nou, dit ziet er wel authentiek uit op de werk in uitvoering. Wat heeft geen werk in uitvoering? Op de werk in uitvoering. Nou, volgens mij hobbel ik nu weer goed. Kijk, hier heb je nog een hele mooie tuin in den beginnen te zien. De bloei is er nog niet.
Maar ik zou zeggen, zo'n achtertuintje zou ik het voor doen. Nou, de eerste echte bezienswaardigheid van de Hoge Veluwe op het bos na. Maar één ding, geen auto's. Vogeltjes lekker aan het fluiten. Ik vermaak me hier wel. Dit loopt lekker weg. Dus wat gaan wij dan doen? Weer lekker lopen. Ik spreek jullie straks weer. Show! En zo zie je het huisje ook eens van de andere kant. Nou, zeer indrukwekkend en mooi. Maar wij gaan weer een stukje verder, jongens. Joe! Thank you.
Kijk aan. Nou wordt het uitzicht alweer stukken mooier. Prachtig. Wat een genot. Hier doen we het voor. Hier doen we het voor. En ik zie daarachter. Nou ja, achter. Voor mij. Zie ik al hele mooie grote vlakten aankomen. Natuurlijk heuveltjes. Wie had het anders verwacht. Maar volgens mij worden dit hele mooie beelden. Ik ga maar snel weer verder. Want straks gaat er een keer regen over 10 minuten. Hè? Dat kan niet. Nou, ik denk het niet. Het zou gaan regenen vanmiddag. Maar vooralsnog is het knoertje warm. En heb ik de armpjes alweer aardig aan het branden. Nou, tot straks jongens. Tot straks. Oh.
Paul, wat een flinke tegenwind. Zo in dit mooie veldje. En dan gaan we ook nog heerlijk ver omhoog. En weer heerlijk ver naar beneden. Veluwe. Ik denk dat jullie mijn hartslag wel aardig zien fluctueren. Ik zie daar in de verte heel veel fietsen staan. En ik zie daar een of ander groot beeld. Nou, Rosso's Running Channel zou Rosso's Running Channel niet zijn om daar even naartoe te gaan. Dus ik zie jullie over, wat is het, 500 meter bij dat prachtig mooie beeldje daar helemaal ver in de verte. Tot zo. Ja, Carmen, ik weet het. Ik ben off course. Off course betekent dat ik de route mooi laat zitten. Maar ja, doen we voor iets. Wat hebben we hier? Cristiano? Het zal wel een hele grote... Oh, ik zie allemaal pistolen. Het zal wel een hele grote gevaarlijke man zijn geweest. Maar wel een prachtig mooi beeld om zo te zien. Die had vast meer geld in verhouding natuurlijk dan wij nu. Ja, prachtig mooi beeldje. Dus, nou ja, het is hier ook echt wel, als je niet in de bossen bent, jongens, het ziet er geweldig, prachtig mooi uit. De reden dat ik hier ook geen stickers plak, is gewoon omdat dit een natuurreservaat is. Per ongeluk heb ik dat één vorige keer heb ik dat wel gedaan. En ja, dat staat me toch niet helemaal lekker. Een stickertje op een lantaarnpaaltje in een dorpje kan gerust. Daar zitten er al 10. Maar zo'n mooi natuurreservaat moet je natuurlijk schoon houden. Ach, ik ben ook weer op de route, zegt hij. Nou, dan gaan wij maar weer mooi deze route volgen. Dag Cristiano. Tot de volgende keer. En wij zien elkaar. Nou, ik denk haast bijna bij de finish. Of nog net niet.
Het kan zijn dat we nog wat moois krijgen te zien natuurlijk. We zien het vanzelf. Nog 3 kilometer te gaan. Let's do it. Let's go.
Ik kan jullie trouwens niet genoeg benadrukken dat dat liken, subscriben achter mij, belletje, dat dat best belangrijk is voor mij. Dit soort loopjes, ja, Nationaal Park de Hoge Veluwe. Ja, je moet er toch vanuit Emmen maar even heen. Dus ook weer een kilometertje of 150 heen en terug. En dan moet je ook nog €20 toegangsgeld betalen. Nou ja, dat is allemaal begrijpelijk, want het ziet er ook zo mooi uit. Het is zo schoon. Dus ja, logisch dat men daar een klein beetje geld voor vraagt. En het mooie is, ik mocht zelfs met mijn auto het parkje op om richting de start te gaan. Want ik had natuurlijk weer een leuke Garmin route uitgezocht. En ja, die begint op een puntje en niet op de parkeerplaats voor het park natuurlijk. Nou, wij hebben nog, we hebben nog maar 1,8 kilometer te gaan. Het zal net iets over de 10 kilometer zijn dit keer. Geeft niet. Als we er maar vlat weer zijn. Oh, wat ziet mijn oog hier. Donkere wolkjes. Laten we met de afsluiting daar nou even voor zijn. Want anders klapt mijn afscheidsbiertje niet meer. Want vandaag hebben ze mij gedaan een zogenoemde Poise Tropical, als ik het goed heb. Bind me er niet op vast. Maar ja, dat moest heerlijk verfrissend zijn. Nou, en dat kan je met zo'n lekker zonnig dagje wel gebruiken. Maar met een regenbui op de kop is dat natuurlijk net even wat minder. Nou, wij pakken deze inmiddels 1,7 kilometer nog even door. En dan zie ik jullie bij de finish, jongens. Tot bij de finish. Yo! So
Nou, Jampie heeft zijn dag niet. Oh, Jampie is al helemaal compleet stuk aan het gaan. Nou ja, zal het ook wel een klein beetje aan de heuveltjes in de wind liggen. Maar het ligt vooral ook aan Jampie's conditie. Het mogen zo zijn dat ik de laatste tijd meestal nog maar één keer per week een run doe. En die wordt dan ook meteen opgenomen. Ik moet de komende tijd, gezien de wedstrijden weer aankomen, even wat vaker door de week en tussendoor een run doen. Kijk, ik kom er niet meer uit mijn spraak. Het is verschrikkelijk. Nou ja, geeft allemaal niet. Ik ben even weer een klein beetje op adem gekomen. En met dat in het vooruitzicht gaan wij nu gewoon vrolijk weer door naar de finish. Het valt ook wel mee. 800 meter, jongens. Moet lukken. Hoe is mijn hartslag eigenlijk? Ik kan het verdorie weer niet zien. Nou, dat was hem dan. Ik zag dat we alweer uit de route waren. Dus ik vind het wel best. Wij gaan op naar de afsluiting. Yo! Zo, nou, dat is even bijkomen. Dit was een behoorlijk zware run. Ik weet niet of het door de tegenwind komt, dat ik iets te weinig oefen de laatste tijd. Het was ook heuveltje op, heuveltje af. Tja, nou zullen sommigen zeggen van, Jan, stop met dat sigaartje. Maar ja, als je één pakje per 4 maand rookt, alleen maar even na die runs, ik denk dat dat ook wel meevalt. Het zal wel een beetje liggen aan te weinig oefenen, niks aan te doen. Het was daarentegen wel een behoorlijk mooi gebied. Eerst zat ik even in de bossen. Ik dacht van, wat gaan we nou krijgen? Daar heb ik niet veel betaald. Maar toen we eenmaal uit die bossen kwamen en op die heides, het zag er allemaal prachtig uit.
tig mooi uit. Ik heb daar echt lekker van genoten. Ja, het was zwaar, maar het was mooi. En ja, ik doe deze hoge Veluwe doe ik graag een keer over. En dan gaan we een ander rondje doen. Want ik zag dat ik een rondje bovenin had gedaan. En je kan dus onderin ook nog een rondje doen. Dus waarschijnlijk krijg je de hoge Veluwe run part 2 nog wel te zien. Heel belangrijk. Dit is gratis, wat ik al vaker vertel. Even subscriben. Even liken. En druk even op het belletje. Het helpt mijn kanaal. En wat ik al zei onder het rennen. Het is best een prijzige bezigheid. En hoe meer views ik heb, hoe meer ik er een klein beetje aan over kan houden. Dat zou altijd mooi zijn natuurlijk. Ja, daar hebben we hem weer. Het speciaal biertje. Ik heb het sigaartje alweer aan. En we hebben hier een Poys Tropical. Hij ziet er heel erg feestelijk uit. De Poys Tropical Session IPA. Dit is een Session IPA met citroen, mandarijn, Bavaria, Mosaïek en Simcoe hops. Nou, dat is heel interessant. Het moest een heel fris biertje zijn. Nou, wij gaan hem even openen. En wij onderwerpen hem even aan onze smaaktest. Dan moet ik zeggen dat ik ook berendorst heb van deze beerzware run. Jongens, proost. Deze Poys gaat even naar binnen gewerkt worden. Nou. Ik moet zeggen, dit heeft niet veel van bier weg. Ja, er zit prikkel in en het heeft een licht biertintje. Maar het is wel behoorlijk verfrissend. En dat kon ik net even gebruiken nu. Oh, lekker hoor. Nou, deze is wel binnen een minuutje op. Ik ga er even van genieten. Jongens, wij zien elkaar volgende week weer. En ik zal jullie beloven, ik ga even wat vaker tussendoor sporten. Tot de volgende keer. Tot de volgende Rosso's Running Channel. En geniet van deze week en dit weekend.